Hoya Productions presents the M-Mania, a mixed martial arts event on the 2nd of May in Heerlen, the Netherlands. Go check it out on the website of mmania.nl. We gaan verder met een K1 laagklasse partij. Drie rondes van 3 minuten. En degene die in de blauwe mogen vergoed is 24 jaar. Uit Eindhoven van Siam Gym. Mackie Bennerzoest, die bekende trainer van deze school. Van 28 partijen, 22 gewonnen, 4 verloren partijen. 2 onbeslissen van die 22 overwinningen. Waren er 9 door middel van de knockout. En dan heb ik het over die voormalige amateur Thai box kampioen van Marokko. Jacques de Snitch Bennerzoest. En hier was voor Jacky, de Snitch Bennerzoest. Dat is een tegenstander die jaartje jongen, 23 jaar. Uit de Duitse Aken. Kupkes is een trainer, heeft veel ringervaring met 40 partijen. 29 gewonnen, 10 verloren partijen, 1 onbeslist. En van die 29 overwinningen heeft hij 9 keer voor tijdens zijn tegenstander weten te verslaan. Hij is de IKBF kampioen van Duitsland en de tweevoudige Duits kampioen White High, Leo Lionsries. Hier was weer Leo Lionsries. Twee mannen die harde strijddagen hier. En dat weet iedereen die ze kent.
Engel van de eerste ronde. Mooie ronde die inderdaad van de blauwe zwaard is en kan beloofd. Dit wordt een keiharde strijd tussen deze twee toppers. Wingers moet even naar die lelijke snee kijken daar bij het linkeroog van de man in de rode hoek. Van Leo Zubic. Einde van een schitterende tweede ronde. Niet vergeten, we hebben de super afterparty vanavond in Danscafé Pearls in Heren. En je bent allemaal uitgenodigd. Dit gaat worden de derde ronde voorbij. Waar zitten de fans van Jackie Benazus? Van Leo Zubic? Yeah.
het einde van deze partij. Vechters hier naar de scheidsrechter alsjeblieft. Heel mooi gevochten, alle twee. De bekers worden er even bijgehaald. We gaan naar die scorecard. De punten zijn allemaal opgeteld, dames en heren. En we hebben de uitslag. En de winnaar is geworden, de man in de rode hoek, Leo Zuid. Maar mag ik ook jullie waardering horen voor de man die de kijkt voor zijn ook heeft ook, Tony Bellezoes. Gratuleerd, maar een kans tot het dag.